Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires. Hallo en welkom in de Achterhoek voor het Urol VK Nederlands Kampioenschap Autocross. Van de trage zandbanen gaan we nu naar de bliksemsnelle kleibaan van Lochem voor de derde ronde van het kampioenschap. En er zal nog lang over deze dag nagepraat worden, want de toeschouwers werden getrakteerd op een spannende strijd op de baan met spectaculaire klappers. En uiteraard ziet u vandaag de hoogtepunten. In totaal komen er in Lochem 192 rijders in actie, onderverdeeld in 8 klasses. En tijdens 3 kwalificatierondes moeten de coureurs zich plaatsen voor de grote finale. En alleen de beste gaan door. We beginnen met de snelste divisie, de superklasse. Peter Versluis doet het goed. Hij start in de finale vanaf de eerste plek. Deze baan ligt hem dus goed, maar makkelijk is het zeker niet. Ik vind het een mooie baan. Ik begrijp wel dat er vandaag aardig wat ongelukken gebeuren, want de chicane is redelijk verraderlijk. En hij legt eigenlijk wat diep het rechte stuk in. En normaal gesproken kan je een chicane redelijk scherp oversteken als je alle bochten gewoon goed afsteekt. Maar dat is bij deze echt niet mogelijk. Dus hoe ik het eigenlijk doe is dat ik hem heel ruim voorsorteer. En dan neem ik de linker greppel gewoon mee. Ik rij gewoon met mijn linker voorband en mijn linker achterwiel rij ik in de greppel. En misschien half erop. En daardoor kan ik wat beter steken. En daardoor ga ik toch erg hard door de chicane. Maar dat kan ook alleen maar als je vooraan ligt. Want als je tweede of derde ligt, ja, dan rij je in stof van de voorganger. En dan gaat het weer niet. Dus het is, ik begrijp heel goed dat daar ongelukken gebeuren. Dus voor mij is het eigenlijk ook oppassen als ik van de derde rij vandaan kom. Dit seizoen rijdt het NK Autocross voor het eerst op klei en daarmee staat iedereen weer voor een nieuwe uitdaging. De auto heeft redelijk veel tractie, dus voor ons was het allemaal meten en weten eigenlijk welke banden we moesten nemen. Daar waren we in het zand redelijk ver uit nou en nu de klei op. En nu hebben we dus uiteindelijk weer de eerste band waar we mee het zand in zijn gegaan wat niet goed was. Werkt voor ons uitstekend op de kleibaan, maar het is in zoverre anders dat je dus nu echt de hele baan kan gebruiken. Dus je kan zogenaamd ideale lijn rijden, dan kan het zand gewoon niet. Het zand is meer het spoorrijden die gereden is en dat heb je op de klei niet. De juiste bandenkeuze is dus heel belangrijk en elk type band heeft weer andere voordelen. Maar wat zijn nou de grootste verschillen? Deze voor het lossere en voor het zachtere, meer het zandige. Deze profielen ook leverbaar in alle maten en afrolomtrekken voor het hardere. Betekent dat de band harder wordt. En deze band is een echte rallyband. Die is alleen geschikt voor het allerhardste als er werkelijk geen rotzooi meer op de baan zit. Anders loopt die te snel vol en verlies je grip. Dan heb je met dit grovere profiel geen last van. Die lost het beter. En om de finale te halen moet je natuurlijk wel je spullen heel houden. Helaas voor Erik Pijnenburg, de winnaar van de eerste ronde in Haarlem, laat de techniek hem dit keer vreselijk in de steek. Ja, we hadden de tweede mains en ik lig op de tweede plaats. Dus ik kreeg op 7 puntjes voor de finale. En ineens in de Haakse bocht moesten we terug. En hij stokt ermee. Hij zit vast. Ik weet niet wat eraan is. We kunnen het probleem ook niet vinden. Het is optisch niet te zien, maar het is niet goed in ieder geval. Dus we zitten uit de race. Ja, Peter Versluis start tweede van binnen. Hij verwacht daar iets meer grip. Tim de Dolle die start aan de binnenkant. Sebastian Schuurman met nummer 36 in het midden. En Martin Kroon ernaast. En dan zijn ze weg. Gevecht in de binnenbocht tussen Peter Versluis en Tim ten Dolle. Dennis Kuipers sluit aan. Aan de buitenkant. Tim ten Dolle pakt de leiding bij het uitkomen van de laatste bocht. Versluis op de tweede plaats en Martin Kroon naar de derde. En dan gaat Versluis onderuit. Een mega klapper verliest daarmee zijn tweede plaats natuurlijk. We zien het hier nog een keer gebeuren. Hij komt denk ik in een gat terecht en er is geen houden meer aan. Ja, eind gevecht. Ik zat achter Timmy de Dolle aan. Dat ging heel goed, maar hapte. Ja, ik was niet meer te corrigeren en ik vloog vol over mijn dak. Dus, maar goed, nou, wel een flinke schade, denk ik. Herstart aan het einde van de dag zonder Peter Versluis. Het wordt al donker.
En start is in feite een drag race van Martin Kroon en Tim ten Dolle richting de eerste bocht. En Kroon gaat iets te laat in de remmen, raakt daarbij Dennis Kuipers. Maar hij bouwt wel zijn tweede plaats. Kuipers verliest de derde plaats. Johan van Grieken neemt die plek over. Gevolgd door Glenn van Rosmalen die als zesde gestart is. Dennis Kuipers dan op de vijfde plaats. Gerrit Knap is zesde. En dan gaat het bijna mis voor Martin Kroon. Ja, dat gaat maar net goed. Neemt dan de greppel mee. Gelukkig kan hij eruit komen. Maar hij valt terug tot achter Sebastiaan Schuurman met nummer 36. Glenn van Rosmalen rijdt dan veilig op de tweede plaats. En samen met collega Patrick Mommen naar een eerste plaats in het kampioenschap. Tim ten Dolle is ontketend. In Reuten viel hij nog uit, maar nu komt er niemand in de buurt. En hij pakt hiermee een gedeelde derde plek met Sebastiaan Schuurman in het kampioenschap. Ja, kan niet beter. Eerste mandje uitgevallen, tweede, derde mandje gewonnen. Ja, dikke voorsprong, klaar. En van de superklasse gaan we naar de keverklasse. We zijn halverwege het seizoen en iedereen weet nu dat ze moeten gaan scoren om aansluiting te houden bij de leider in het kampioenschap, Arjan Stokkink. Hij won de eerste twee wedstrijden en hij wil meer. De keverklasse. Het levert altijd spectaculaire beelden op, maar wat is het nou eigenlijk van auto? Ja, keverklasse, dat is een klasse met 1600 cc motorinhoud, 1 carburateur 40 mm. En ja, op basis van een kever, dat is eigenlijk de keverklasse. Ja, ik vind de mooiste klasse. Dat voor mij geen andere klasse, alleen keverklasse. En ja, je moet hard werken in het autootje. Ja, het is vrij stug. Stuit het en doet, maar het is gewoon mooi. Dus het is mijn klasse. We moeten opletten en in het chicaantje zit een vies knikkie. Dus ja, daar moet je wel opletten. Het chicaantje, dat is voor mij heel dubbel, zeg maar. Ik ben hier 4 jaar geleden heel hard over de kop gegaan en ben ik in het ziekenhuis beland. Dus dat was de eerste ronde wel even wennen, maar verder gaat weer goed. Nou, durven we weer gas te geven. Jasper Pauw haalt de finale en hij gaat starten vanaf de 9e plaats. Ja, pole position. Johan Zomer kiest de tweede plek aan de binnenkant van de bocht. Rick Pasman aan de binnenkant helemaal. Jacob Eres in het midden. Arjan Stokkink helemaal aan de buitenkant. En ze zijn weg. Johan Zomer als eerste de bocht in. Mooi gekozen. Arjan Stokkink aan de buitenkant. En die doet het nog even iets beter, want die gaat naar de eerste plaats. Jasper Pauw ziet echter helemaal niks in het zand en gaat te wijd en valt uit. Arjan Stokkink aan de leiding, gevolgd door Johan Zomer. Björn Hissink, nummer 416, houdt zijn derde plaats. Jacob Heres op de vierde plaats. Jacob Heres en John van Berg gaan voorbij. Björn Hissink en liggen derde en vierde. Erachter is het duw en trekken. Rick Pasman eindigt zijn opmars in de zandmuur. Na een aanrijding met Björn Hissink, nummer 416. Johan Zomer, nummer 432, staat dan onder druk van Jacob Heres, nummer 408. En het is Jacob Heres die de druk steeds verder opvoert. Steeds dichterbij komt hij. Het kan nu niet lang meer duren. Aan de binnenkant, Heres naar de tweede plaats. Prachtige voorbereide aanval en uitgevoerd. Maar het is Arjan Stokkink die met een kleine voorsprong zijn derde wedstrijd wint. Nee, ik kreeg het echt niet door. Ja, in de series ging het al een beetje mis. En ja, ik had toch mijn geluk op de eerste rij. Of geluk. Ja, daar was ik al heel erg blij mee. En ja, toen ging het heel erg goed, ja. En van de ervaren coureurs gaan we naar de juniorenklasse. Een opstap voor jong autocross talent. Van jongs af aan stonden ze al langs de kant te kijken. En nu mogen ze het zelf doen. Zo ook de Amsterdammer Max van Grieken. Het is en een passie, en een hobby, en een sport. Dus het is eigenlijk alles. Bril op, en helm op, en gaan. Maar wat maakt het nou zo leuk? Ja, dat je met je voor je 18e al mag rijden. Dus nu ervaring opdoen en later door. Maar rijden in een NK is natuurlijk niet zomaar iets. Nou, het gaat wel harder aan toe. Maar ja, daar leer je alleen maar meer van. Dus maakt mij niet uit. Ik rijd gewoon lekker mijn rondjes en dan vind ik het wel best.
En door de week gewoon aan de auto werken, sleutelen, alles nakijken, controleren. Dus ja, dat is wel geweldig. En achter elke deelnemer van de juniorklasse staat natuurlijk ook een trotse vader. Super trots. Jongen in een auto, dat is toch prachtig. Vanaf kleins af aan al langs de baan kijken en dan zegt hij tegen mij, je moet niet zoveel remmen, je moet meer gas geven. Ik zeg, wacht maar, jouw taart komt er wel. En als het nou glad is, zeg ik ook, niet zoveel remmen, iets meer gas of iets minder gas. Dus ja, heel leuk. Max kwalificeert zich voor de finale en mag starten vanaf de 12e positie. Kevin van Beek met nummer 502 in de geel-witte Suzuki is de geduchte concurrent. En hij start vanaf pole position. En dat doet hij aan de binnenkant, helemaal rechts in beeld. En dan is het Jens van der Vossenberg die niet wegkomt bij de start en die om zijn oren gereden wordt. Kevin van Beek kiest de krappe binnenlijn en naast hem is het drie dubbeldik knokken om de tweede plek. Tussen Koen van Wel en Arjan Oort, Mark Verheij, Koen van Wel dan die profiteert en zijn tweede plek behoudt. Arjan Oort op de derde plaats. Erg veel gehobbel omdat ze reglementair alleen maar de standaard schokdempers mogen monteren. Mark Verheij staat onder druk en is zijn vierde plek al kwijt. Max van Grieken vanaf de 12e plek naar de 9e plek. En nummer 523, Annie Pelikaan, valt stil in de groen-blauwe 205. Kevin van Beek laat de concurrentie ver achter zich en ook Koen van Wel is los. De nummers 1 en 2 uit het juniorenkampioenschap. Richard Renes met 5-11 dan naar de 5e plaats en Gerrit Albeda op de 6e plaats. Kevin van Beek wint de race met heel lang niks achter hem. En met 3 overwinningen is hij leider in het kampioenschap. Koen van Wel slechts 6 puntjes erachter. Maar is dat genoeg om kampioen te worden dit keer voor Kevin van Beek? Ik hoop het. Vorig jaar heb ik er ook 3 gewonnen en toen lukte het ook niet. Ja, dit jaar gaan we er wel voor. En dan gaan we naar de standaardklasse divisie V, waar vooral de Opels in de meerderheid zijn. Tijd om eens nader kennis te maken met deze klasse. De familie De Rond legt uit. Het gaat om de voorwielaandrijving. De klasse van voorwielaandrijving tot 2000 cc. Verder moet de auto helemaal standaard zijn. Er zijn nog een paar kleine regeltjes waar je dan wel mag doen. Ja, oké, dat zijn de reglementen. Maar hoe doe je nou echt om de kop mee? Ja, gas geven zou ik zeggen. Maar ja, bandenkeuze en afstellingen. Want je mag nou met de computer de afstelling zelf regelen. En dat mocht vroeger niet. Dat scheelt ook wel. En dan kun je ze winnen. Het is niet alleen maar sturen en rijden. Het is ook in de garage goed sleutelen natuurlijk. Vader Jan en zoon Joey rijden samen in deze klasse. En dat is soms billen knijpen. Ik was zenuwachtig voor mijn zoons die rijden dan ik zelf moest rijden. Daar werd ik eigenlijk niet zo zenuwachtig. Maar toen die jongens pas begonnen, dan zeg maar ja, dan is het echt, ja, dan sta je gewoon te trillen. Ja. Maar ja, hoort erbij hè. En ze wilden het en ik vind het ook hartstikke leuk. Maar je bent toch wel iets bang dat wat er met hun gebeurt. Bij je eigen heb je dat niet zo. 2 generaties in de autocross en straks misschien een derde. Vader en zoon halen in ieder geval de finale. Jan de Rond start vanaf de 12e plek. De pole gaat naar de Ford Escort 810 van Pieter Nieuwkoop. Hij staat naast de Toyota van Bert-Jan Hoepel, die aan de binnenkant echt een geweldige start heeft. Heeft vrij zicht in de eerste bocht, maar dan gaat het mis. Bij het aanremmen tikt André Linker de rechterkant van Pieter Nieuwkoop, nummer 810, die daarmee bijna dwars gaat. Daarmee gaat Bert-Jan Hoepel aan kop. Gevecht om de eerste plaats waarbij Nieuwkoop bijna de greppel ingedrukt wordt. André Linker naar de derde plaats. Een mega crash achterin. Eeldrink over de kop in de zandbarricade. En ook Jeroen Vonk en Jan de Rond liggen op hun zij. Met Lars Boekelder er tegenaan. Ja, we zagen hem net nog voor de microfoon. En nu dus met een enorme buiteling over de kop. En Herman Eeldrink draait ook wel een hele rare manoeuvre. Komt daarmee op zijn dak op de barricade terecht. Nou, vertel mij maar eens wat hier gebeurd is. Ja, ik raakte net de greppel. Ik zag het niet goed met stof. En daar ging hij. Een keer of 6 denk ik. Ja, spoel even een beetje. Ja, gelukkig kunnen ze het allemaal navertellen. En Jeroen Vonk heeft geluk dat zijn rolkooi de klap heeft opgevangen. Herstart door de code rood. Opnieuw dezelfde opstelling. Wachten tot de lichten uitgaan. Ook dat bij een herstart. En dan zijn ze weg. En een goede start van André Linker.
De aanval op de escort van Pieter Nieuwkoop die als eerste de bocht ingaat. Tenminste, dat lijkt zo. Want ze zitten drie dik aan de binnenkant van de bocht. Bert-Jan Hoepel dan met aanval, maar het mag niet baten. Want het is uiteindelijk Pieter Nieuwkoop die laat zien dat de escort de beste auto is. En alle Opels achter zich laat. Hij wint zijn tweede wedstrijd en leidt het kampioenschap. Ja, dat was heel heftig. Zeker de eerste start. Die was heel heftig. Eerste bocht, tik in de chicaan. Heel hard moeten remmen om de jongen die naast me, CQ voor me zat, te redden. Anders had het heel misgegaan. Nou, toen kwam de herstart. Nou, die was weer heftig. Maar ja, ga je ervoor zitten. Rij jij de ballen uit je broek. En dan komt het goed. Na de onderbreking zijn we natuurlijk terug met nog meer spectaculaire beelden vanuit Lochem. Graag tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires. Welkom terug, u kijkt naar het Eurol VK Nederlands kampioenschap autocross vanuit Lochem. Het is de derde ronde van het kampioenschap en alle remmen gaan los. Naast de superklasse komen ook de Sprint 2 liter en de Sprint 1600 buggies in actie. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee klassen? Jan Hendricks, de man die de meeste punten in de drie kwalificatierondes haalde en daarmee vanaf pole position mag vertrekken, legt ons het verschil tussen deze twee sprinterklasses haarfijn uit. Nou, de beperkingen zijn in principe zover dat we mogen niet met een vierwiel aandrijving rijden. Voor de rest mag alles. Hè. De motor mag dan tot 1600 of 2000 cc zijn. En we mogen geen injectie of compressors erop zetten. Hè, en dat is eigenlijk het enigste beperking wat we hebben. Voor de rest mogen we alles proberen wat we willen. We mogen lange auto's, korte auto's, brede auto's, smalle auto's. Alles mogen we proberen wat ieder wil. Jan Hendricks rijdt in de sprintklasse 2 liter met zijn startnummer 111. Zijn broer Rini Hendricks komt uit in de sprintklasse 1600 met startnummer 348. Twee verschillende klassen dus. Maar waarom rijden ze eigenlijk niet samen? Om gewoon geen strijd met je broer te hebben, ga ik maar in de 1600 rijden. En ik vind het een hele leuke klasse, dus het is wel echt. Je moet er echt wel voor knokken voor je plekje. Dus vandaar. En zoals gebruikelijk willen wij natuurlijk weten wie de snelste is. Ja, ik moet er zeggen, maar ik ben van mening dat mijn broertje sneller is. Die rijdt rijdt wat wilder en wat anders. En ik denk er nog wel een keer of drie over na. Dus als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Dat ondervond ook Rini Hendricks, die helaas met technische problemen de finale van de Sprint 1600 niet haalde. Maar we kijken eerst naar de Sprint 2 liter. Jan Hendricks heeft pole position en hij mag zijn startplek kiezen als eerste. Hij heeft de binnenkant gekozen en het is niet altijd de snelste. Hij komt lastig weg en het is direct Sam Broos met nummer 114 die de kop pakt. Ronald Akkermans op de tweede plaats. André Hofman is derde met 123. Maar door een briljante actie in de chicane pakt Akkermans de eerste plek. Maar in de achtergrond gaat het fout. Raymond Tijning krijgt een tik in de chicane en hij valt uit in de eerste ronde. Maar dan komt er echt niemand meer in de buurt van Ronald Akkermans. De top 3 blijft dan ook ongewijzigd. En na de pech van de voorgaande wedstrijden is er eindelijk weer eens een overwinning voor Akkermans. Ja, en het is dus echt een seizoen met ups en downs. Ja, enorm ups en downs. Ja. Meer ups dan downs. En dit was de eerste up dan in ieder geval die we weer hebben. Dus ik hoop dat we deze lijn een beetje door kunnen zetten. Want de eerste twee NK's waren niet volgens verwachting, zal ik maar zeggen. Dus dan is dit een lekkere opsteker. En ik hoop dat we daar zo mee door kunnen gaan. Dat we in ieder geval de stijgende lijn door kunnen zetten, laat ik het zo maar zeggen dan. En we gaan meteen door naar de finale van de Sprint 1600. Ed van Asten heeft pole position met de motorfietsmotor. Erik Diepenmaat met nummer 322, Bram den Hartog en Lammert Oort. En zo zijn ze weg. Ed van Asten in de rode buggy laat zien dat je prima kan starten vanaf de binnenkant. Want hij pakt de leiding en komt goed weg. Erik Diepenmaat lijkt goed te zitten voor P2, maar gaat veel te wijd. Lammert Oort
Op de tweede plaats nummer 320 en 331 Den Hartog op de derde. Aanval buitenom, Lammert Oort naar de eerste plek. Ten koste van Ed van Asten en opnieuw pech voor Marcel Schoo. Na de dramatische voorrondes valt hij opnieuw stil in de finale. Ja, ik heb een paar moeilijke weken achter de rug. Mijn broer in Curaçao overleden. Dus 46 jaar is veel te jong. Dus dit was eigenlijk een beetje een uitlaatklep daarna. Ja, het mag vandaag niet zo zijn. Jammer. Ja, dat maakt het natuurlijk extra bitter voor de winnaar van de eerste ronde in Haarlem. Schoof valt daarmee terug van een gedeelde eerste plek naar een vierde plek in het kampioenschap. En ondertussen pakt Lammert Oort de welverdiende overwinning. Het is geweldig eigenlijk. Dit is de eerste keer dat ik een NK win. En dus echt beter kan het niet. Vanaf start ging het eigenlijk lekker. En de auto deed super. En bijna kopstart en voor de rest doortrappen. En op een gegeven moment na achterom denk je van dan mag die vlag wel komen, want het begint toch wel wat te tintelen in de handen. Maar ja, geweldig, super. Meer kan ik niet zeggen. Het gaat er heftig aan toe in de standaardklasse divisie A. Dat staat voor achterwiel aangedreven wagens. En ze geven elkaar geen duimbreed toe. Winnares van de eerste ronde in Haarlem was Monique van der Heijden. Alleen staat ze nu gespannen toe te kijken, want de techniek laat haar vreselijk in de steek. Mijn versnellingsbak is stuk. Dus ja, ik heb geen geluk. Ja, ik zou schakelen, maar hij bleef in de versnelling staan. Dus nu moet hij erachter weg. En nu zit hij vast. Hij krijgt hem niet meer eruit. Ja, gelukkig kunnen ze de bak vervangen en start ze vanaf de 11e positie in de finale. Pole position is in de handen van Ale Haarsma nummer 918. En hij start aan de binnenkant Sigrid Posma 902. Naast hem op de tweede plaats. John Lantinga nummer 921 start als derde. Prachtige start van Lantinga. Hij snijdt meteen naar binnen om zo als eerste de eerste bocht in te gaan. Ale Haarsma is meteen zijn eerste startplek kwijt en valt ver terug. Sigrid Posma weet zijn tweede plaats wel vast te houden. Maar staat onder de druk van Robin Bouwman. Wow, daar gaat het helemaal mis. John Lantinga pakt vol de greppel aan de binnenkant mee en maakt een enorme salto. Die op Olympisch niveau goud had opgeleverd. Uiteraard gaat er een herstart volgen, maar wat een crash. Hier nog een keer dat gat aan de binnenkant en hij wordt gewoon gelanceerd. En draait 4-5 keer om zijn as totdat hij uiteindelijk op de zijkant tot stilstand komt. Helaas. Ja, maar ja, pech hebben. Nou gaat het eindelijk een keer goed. Eindelijk een keer goed erbij en dan hebben we dit. Helaas. Ja, helaas. Maar eigenlijk heb je heel erg veel geluk gehad. Uiteraard een herstart en een lege plaats waar John Lantinga had moeten staan. Opnieuw een goede start van Sigrid Postma. Maar dan gaat het mis met René Snippen en Heidse Itziga. Nummer 905. Die raken elkaar vol bij de start. Maar lijken er eigenlijk heel weinig mee te verliezen. Posma als eerste de bocht in. Robin Bouwman in de blauwe MR2 ernaast. En Wiegert van der Wal op de derde plaats. En opnieuw kan Ale Haarsma zijn pole position niet verzilveren. Want hij valt terug naar een vierde plaats. Even later dan schakelen René Snippen en Mariette Locate elkaar in de tweede ronde definitief uit. En het is niet het seizoen voor Mariette Locate, de kampioen van vorig jaar. Wat gebeurt? Bij René Snippen brak wat af of hij had een lekker band iets en hij komt ervoor en niks aan te doen. Sigrid Posma, de snelle Fries, slaat een groot gat naar de nieuwe nummer 2 Wieger van der Wal met Robin Bouwman, nummer 915 op een derde plaats. En die staat dan onder druk van Ale Haarsma, want die wil echt meer dan een vierde plek uit deze wedstrijd halen. Mooi gevecht om de zesde plaats tussen Koen Wouters en Heidse Itzinga. Christian Scholtens in de oranje MR2 begint zich ook met de strijd te bemoeien. Hij raakt Haarsma in de bocht, het gaat goed. Maar dan schiet Bouwman naar binnen en raakt vol de zandmuur. En Scholtens die maakt het de marshals wel eventjes heel erg moeilijk. Het is natuurlijk op een kleibaan wat moeilijker te controleren dan op een zandbaan. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat crashende auto's zo dicht in het infield kunnen komen dat de marshals gevaar lopen. Gelukkig loopt het dit keer goed af. Dit gebeurt echter allemaal heel ver achter Sigrid Posma die zijn eerste overwinning van het seizoen pakt en naar de tweede plaats in het kampioenschap gaat.
De start was een beetje moeilijker. Nou, en op een gegeven moment dan ben ik een keer los. En dan kijk ik soms even in het spiegeltje. Nou ja, dan ben je op een gegeven moment niet meer bij te houden uiteindelijk. Nou ja, dat ging super. Dus weer een mooie dag gehad. En last but not least, de tourwagenklasse. De divisie die altijd garant staat voor spektakel, maar ook voor eerlijke gevechten. René van Vliet is terug met zijn knalgele Subaru. Maar schrijft deze al af in de voorrondes? En op wat voor manier? Gelukkig stapt hij zonder kleerscheuren uit. En ook Henk Vis is terug naar een schouderblessure. En hij legt ons de basis van de tourwagenklasse uit. Tourwagenklasse is gewoon eigenlijk straatauto's, motoropvoeren en dergelijke, turbo. Dat is allemaal voorloofd. Dus je mag hem net zo snel maken als je wil. En dan de auto moet op zich wel standaard blijven, moet gewoon eigenlijk een wagen van de straat wezen. Nou, dat is het. Heel blijft het voornaamste spelletje van de auto. Heel blijft. En je moet een beetje geluk hebben in deze sport. Maar je moet gewoon goed opletten wat je doet natuurlijk. En goed je kop erbij houden. Je kunt wel eens een blinde gas blijven geven. Ja, dan krijg je alleen maar schades van. Heb je niks aan. Is niet sportief van ik. En dan je hebt je eigen wagen in elkaar. Andere auto's rijden in elkaar. Sportief blijven rijden en dan proberen te winnen. We gaan het zien. Jan van Noort in de blauwe Porsche met de mooiste sponsor ooit in de racerij. Heeft de eerste startplek. Hij start naast Erwin Bredeland met de Swift met Hayabusa motor. Kampioenschapsleider Ton van Leeuwen in de rode Evo start vanaf de derde plek. Maar dat mag niet deren, want bij de eerste bocht heeft Ton van Leeuwen de leiding al te pakken. Hij haalt buitenom Jan van Noort in en doet wat hij het hele seizoen al doet. De wedstrijd naar zich toe trekken. Johan van der Barg pakt dan nog de derde plaats over van Erwin Bredeland in de Suzuki Swift. Even later valt Jan van Noort dan uit en is het alleen Erwin Bredeland die nog in de buurt komt van Ton van Leeuwen. En dan in de laatste fase lijkt het nog mis te gaan, want Ton van Leeuwen verliest snelheid, maar houdt net genoeg over voor zijn derde overwinning. Je eet wat rustiger aan en ik had geen koeling meer en dat ging maar net goed. Ik kwam met 125 graden de baan af, mijn koelvinnen waren uit. Dus de ALS ging eruit, maar dus op het eind wat rustiger aan, maar. Ik begreep van de jongens dat mijn gat groot genoeg was, dus gewonnen. En ik wou nog even wat zeggen tegen Manik. Manik, we schrokken ons allemaal rot, maar beterschap en we hopen dat het allemaal snel weer opgeknapt is. Oké, dankjewel. En tot zover de derde ronde van het Urol VK Nederlands Kampioenschap Autocross vanuit Lochem. Wij zien iedereen graag weer terug voor de vierde ronde in Zuidland. Maar we zijn nog niet klaar, want we gaan terug naar de Supercar Challenge. Daar nemen we een kijkje in de keuken van de racerij en maken we kennis met de leiders in het Super GT kampioenschap en nog veel meer. Graag tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires.